terug, ietsje van voren. Kunt u uw ogen open doen? Ik heb zijn ogen al gespoeld met water. Weet u welk middel hij erin gekregen heeft? Dan kan ik niets over zeggen voordat ik verder onderzocht heb. Ik ga uw ogen nog een keer spoelen. Heeft Charlie je gestuurd? Nee, ze weet er niks van. Het gaat niet zo goed met haar. Ja, ze heeft het er erg moeilijk mee dat het uit is. Eigen schuld. Verplaats je nou eens in haar. Ze wordt al wekenlang lastiggevallen. Hoe denk je dat dat voelt? Het is klote voor haar, maar ze had me niet moeten beschuldigen. Ze is gewoon geschrokken toen ze die foto's in jouw platenkoffer vond. Het is toch logisch dat ze in de war raakt? Zou toch ook gewoon naar me toe kunnen komen in plaats van meteen naar de politie te rennen? Ze heeft er spijt van. Je mist het toch ook? Jullie hadden het zo leuk samen. Ja, dat is waar. Als we nou zeker wisten wie die stalker was, dan kon het vertrouwen dus jullie weer herstellen. Wat wil je naar mij zeggen? Wat wil ze dan als ze me niet vertrouwt? Nee, dat zeg ik er toch niet. Wat dan wel? Niks, gewoon dat... Als we nou zeker wisten wie die stalker was, dan is er geen twijfel meer mogelijk. Toch? Ja, begrijp me nou niet verkeerd. Ik wil niet zeggen dat Charlie... Houd toch op, ik wil helemaal niks meer horen van die leugens. Sorry? Zeg nou maar gewoon dat Charlie nog steeds denkt dat ik haar stalker ben. Nee, ze weet zeker dat jij er niks mee te maken hebt. Dat heeft ze zelf gezegd. Zeg maar tegen haar dat... Laat even Tom de dokter na. Dat is niet zo. En? Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor u heb. Vertel het maar. Nou, de onderzoeken wijzen uit wat ik al vermoedde. Niet alleen de huid rond uw oog is aangetast. Uw hoornvlies is zeer ernstig beschadigd. Wat betekent dat? Dat ik geopereerd moet worden? Een operatie heeft niet veel zin. Hoe bedoelt u? We zijn natuurlijk nog niet klaar met testen, maar ik wil u geen valse hoop geven. Blijf ik blind? Zoals ik al zei, ik wil u geen valse hoop geven.